laatste feature die ik eigenlijk wil, of eigenlijk de meest belangrijke, is wat deze man heeft. Nou, wat is dat nou? Een knopje met een stukje plastic eromheen. En dit doet eigenlijk iets waar ik een ontzettende hekel aan heb, waar er altijd de auto naar binnen moet. Wat doet hij? Hij doet het, ja, wat doet hij? Het klepje van je auto openen, zodat je het laat. En als ik hiermee dus gewoon nu buiten, gaan alle laadklepjes van alle Tesla's open. Ja, gaan we even kijken. Dat is wel leuk. Want dat is dus inderdaad echt gewoon... hier aan deze kant. Even kijken. Waar zit de laadpaal? Ja, hier zit het klepje. Ja, eens kijken. Hier, hop, even kijken. 1, 2, pam. Hij zit aan de andere kant. Ja, hij zit aan de andere kant. Ja. Ja. Dus je kunt overal gewoon dat ding openmaken. Hé, dat is een van de meest irritante dingen die ik heb. En je hebt het gemaakt. Wat is de website? Stegen.com en dan OCP. Hoe heet het? Steven? Stegen.com en dan /OCP. Oké. Open ChargePort. Wat kost die? Hij kost €24. €24. Komt binnenkort in de feature in 6.0, maar het is super gedaan. Zelf in elkaar gesleuteld? Zelf in elkaar gesleuteld, dat klopt, ja. En ook zelf gemaakt die dingen? Zelf gemaakt. Nou, de printjes komen uit China en de kastjes heb ik zelf in elkaar geknutseld. Klopt. Oké. Hartstikke mooi. Dankjewel. Een geweldige job.